Tom is altijd als een kind zo verrukt als er een nieuwe uitbreiding komt voor The Sims 4. En dit keer gaan we aan de slag met katten en honden. Yay! Ja. Nou, de uitbreiding heet Honden en Katten. Oh. Maar inderdaad, in het Engels heet die Cats and Dogs. Katten voorop. Dat zou ik persoonlijk ook zeggen. Ja, maar waarom zou het Nederlandse team hebben bedacht van dat moet in Nederland andersom? Honden en katten klinkt lekkerder en het is alfabetisch correct, zeg maar. Oh. Denk ik. Ik denk dat het daaraan gelegen heeft. Maar nee, het is eindelijk tijd voor huisdieren in The Sims 4. Het heeft 3 jaar geduurd, 4 grote uitbreidingspakketten. Talloze gamepacks en stuffpacks die tussendoor kwamen. Maar nu heb je gewoon weer voor €40 een uitbreiding die huisdieren brengt. En ja, we gaan een paar stapjes terug, maar we gaan ook een heleboel stappen vooruit. Ja, wat we gaan een huisdier creëren, namelijk een kat of een hond. En volgens mij was dat best wel diepgaand. Ja, dat is dus ook het ding. Het zijn enkel katten en honden, zoals de titel betaamt natuurlijk. Ja. Maar die zijn wel een heel stuk dieper geworden. Ook in het fysiek maken van zo'n beest. Het is heel erg zoals The Sims 4 ook is. Dat je weet, je pakt een snuit en je trekt hem een beetje naar voren. Ja, je pakt oren en je vouwt ze net om en zo. Je kan als het ware kleien met je beestje. Ja, en sterker nog, je kan zelfs verven met je beestje. Want je hebt gewoon een soort van create a paint tool. Waarbij je dus letterlijk gewoon vacht gaat tekenen op je beest. En dat is echt super gaaf als je bijvoorbeeld echte beesten na het maken bent. Want ik had zoiets van, mijn kat heeft precies tussen de schouderbladen net een wit streepje. Dan kun je dat gewoon namaken door het gewoon zelf te tekenen. Maar je kunt het ook gekker maken. Je kan ze ook rood maken of whatever. Ja, wij hebben bijvoorbeeld Dogmeat van Fallout hebben nagemaakt. Weet je, dan doe je net een beetje bloed aan zijn mond. Of dan, weet je wel, je zorgt dat hij die bandana om heeft en dergelijke. Maar je kunt allerlei gekke dingen doen. Ik heb regenboogkatten gezien en dergelijke. Maar er zijn natuurlijk ook allerlei pakjes waar je ze in kan steken. Waar ze niet moeilijk over doen. En dat is niet realistisch. Nee, nou ja, dat weet ik niet. Sommige katten vinden dat misschien heel leuk. Om eruit te zien als een sushi? Ja, ik weet het niet. Oké, dan ga je dus de game in en dan heb je dus je huis, wat je bent gewend met de Sims 4. En daar woont dan opeens een kleine nieuwe bewoner in. Wat ga je er allemaal mee doen? Nou, je bestuurt ze niet direct. Dat is wel vaker zo geweest in The Sims natuurlijk. Je neemt het beest aan en het is aan jouw Sims om ze af te richten. Niet voor jou om ze vrijuit te besturen. Maar wat dat betreft hebben ze best wel wat diepgang met dingen die je ze af kan richten. Dingen die je ze aan kan leren. Je hebt best wel wat contactpunten met ze. En ze breiden jouw leven ook weer uit. Omdat bijvoorbeeld een hond moet je uitlaten. Dan kom je andere honden tegen. Andere hondenbezitters? Ja, precies. En zo kun je ook vrienden worden met allerlei dieren in je neighborhood. Sterker nog, je kan van je eigen huis een kattenhangplek maken of een hondenpark. Waardoor er eigenlijk altijd gewoon, ook al blijf je thuis, alleen maar nieuwe dieren langskomen. Dat is een soort perk die je aan kan zetten. Ja, dat is een perk die je aan kan zetten voor het kavel zelf. Dus als je een nieuw huis maakt, kun je ook zeggen van, hey, weet je wat, ik wil eigenlijk wel dat ik gewoon continu zwem in de kittens. Dus kattenhangplek aan. Oud katvrouwtje. Ja, crazy old cat lady is heel erg mogelijk hierin. Dat is wel fijn. Oké, wat verder, want ik hoorde wel dat wat je allemaal kan met de kat en de hond is echt heel vet. Want het katje gaat bijvoorbeeld ook bij je slapen in bed. Ja. Kun je lekker voor en met de hond kun je allemaal trucjes doen. Wat super vet is, maar wel een beetje weinig meubilair, hè? Ja, eigenlijk zitten de bare essentials erin. Dus je hebt natuurlijk je kattenbakken en je krabpalen. Maar ik vond het niet heel uitbundig of echt dat je denkt van wauw, dit is echt veel nieuwe meubels. Dus als je meerdere uitbreidingen van The Sims 4 hebt gespeeld, is het heel erg zo van ja, dit is ongeveer hoeveel erin moeten, weet je wel. Dit is de bare minimum. Ook wat betreft wat gekkere dingen zijn er een heleboel dingen uitgehaald. Bijvoorbeeld in vergelijking met de vorige generatie. Er zijn geen magische huisdieren meer, er zijn ook geen paarden meer. Maar zo heb je een heleboel andere kleine dingetjes die niet zo uitbundig meer zijn, die niet zo gek de Sims schreeuwen. Nee. Ja, oké, je hebt die kattenbak met laserogen die letterlijk gewoon poep desintegreert nadat je kat erin heeft gescheten. Dat is vet. Ja, ik wil dat ook in het echte leven. Dat zijn van die dingetjes dat je denkt van oké, dit is echt een tof nieuw voorwerp. Maar die waren er voor, naar mijn idee verder wel wat weinig. Nou, één klein dingetje is wel een nieuw gebied toegevoegd. Dat is wel leuk, toch? Zo'n parkje waar je, dat is ook wel best wel op honden en katten ingericht. Ja, nou, met elke uitbreiding komt natuurlijk een nieuwe wijk in het hele Sims wereld. Dit is Brindleton Bay en dat is dan, ja, het is best wel open, veel groen. Je hebt een heleboel paadjes, stranden waar je met je hond natuurlijk langs kan. Een hondenparkje waar obstakels en zo staan. Heel veel kattenhangplekken die in die wijk zitten. Dus dat is altijd wel mooi dat er één wijk is waarin de makers van de Sims zeggen, kijk, dit is wat er allemaal mogelijk is met onze nieuwe uitbreiding. Dus er zit ook een dierenkliniek in, want je kunt natuurlijk zelf dierenarts worden. Ja, dat is een nieuw beroep. Ja, dus leuk dat ze dat er ook bij hebben gegooid. Ja. Dat is gewoon een lekker extraatje. Maar het draait vooral om die honden en katten, geen paarden. Ben je tevreden over de uitbreiding? Ik ben er tevreden over. Ja, het is nog steeds €40, maar dit is wel de uitbreiding die we al heel lang willen en nu eindelijk krijgen. En het is niet alsof ze het met hak over de sloot gedaan hebben. Je ziet wel dat Maxis echt de moeite heeft genomen om die katten en honden heel erg diep te maken. Dus oké, er zitten geen paarden meer in, er zijn een aantal andere dingen uitgestript ten opzichte van vorige generaties. Maar die katten en honden die ze beloven in de titel, die zijn gewoon ontzettend diep en het is ontzettend leuk om die te maken. Dus wat dat betreft denk ik dat heel veel Sims-spelers heel blij zullen zijn om dit aan hun collectie toe te voegen. Nou, duidelijk oordeel. Dankjewel, Tom. Wil je echt alles weten over de Sims 4 katten en honden? Honden en katten. Dankjewel. Wij willen allebei katten voorop.
Ja, ja. Ik, wij zijn kattenmensen. Ja. Ga dan vooral naar gamersnet.nl voor de uitgebreide geschreven review van Tom. En natuurlijk alle gameplaybeelden die we ook hebben opgenomen. Heel veel plezier daar en tot de volgende keer. Tot ziens.